Mijn naam is Edwin van Leeuwen en ik mag namens ANVEST het stadsbouwakkoord met de gemeente Zoetermeer ondertekenen. Wij ondersteunen dit initiatief van harte, dat de gemeente samen met marktpartijen de woningbouwopgave waar zij de komende jaren voor staan, op willen gaan pakken. We willen dan ook de gemeente, met name de inwoners van de gemeente Zoetermeer, van harte feliciteren met de ondertekening van dit stadsbouwakkoord. Wij staan er klaar voor om deze opgave op te pakken. De Goede Woning werkt graag mee aan het stadsbouwakkoord. Samen bouwen we nieuwe woningen en werken we aan leefbare wijken. Zo zetten we een nieuwe stap naar een mooie toekomst voor Zoetermeer. Zoetermeer, van harte gefeliciteerd met de ondertekening van het stadsbouwakkoord. De opgave om de komende jaren middensegment duurzame huurwoningen voor middeninkomens te realiseren is enorm. En daar hebben markt en overheid elkaar hard voor nodig. Vesteda investeert met pensioengeld in deze woningen en zet vol overtuiging haar handtekening onder dit akkoord. Ik ben Rob Tummers en namens Dura Vermeer trotse ondertekenaar van het stadsbouwakkoord Zoetermeer. Wat mooi dat wij met zoveel partijen, privaat en publiek, ons verbinden aan Zoetermeer om samen te gaan bouwen aan sterke wijken. Achter ons zien jullie de kroon, de transformatie van de stadhuistoren die wij recent hebben opgeleverd. En wat ons betreft gaan wij de komende jaren nog meer van dit soort mooie projecten realiseren in Zoetermeer. Fidomus feliciteert alle partijen, in het bijzonder de inwoners van Zoetermeer, met dit stadsbouwakkoord. Dat helpt om met elkaar te bouwen aan een inclusieve stad. We kijken uit naar een mooie toekomst. Vestia doet graag mee aan het stadsbouwakkoord. Als corporatie zijn we een grote partner van de stad. En we bouwen al jaren mee aan een steeds mooier Zoetermeer. En in de toekomst willen we dat ook blijven doen. Hoe mooi is dat om dat samen te doen met de gemeente, andere corporaties en marktpartijen. Ik denk dat we alleen zo tot een integraal plan komen voor de stad. Dus wij doen graag mee. Beste Zoetermeerders, al sinds de jaren 70 werken we aan de uitbreiding van Zoetermeer. Maar die opgave verandert. Van de uitbreidingsopgave naar een opgave die veel meer gericht is op het vitaal houden van de bestaande buurten en wijken. En dat is een ingewikkelde opgave. Een opgave die we alleen voor elkaar krijgen als we goed samenwerken. Samenwerken met u als bewoners, met de ondernemers, met de woningcorporaties en met de gemeente. En dat is een opgave waar wij naar uitkijken. Het bouwakkoord is een stap voorwaarts in de samenwerking tussen gemeente Zoetermeer en de marktpartijen. Als belegger werkt Bouwinvest graag mee aan het versterken van Zoetermeer als aantrekkelijke woonstad. Goedemiddag, ik ben Lene ten Heijer. Namens onze Zoetermeerse bouwsociëteit en BAM Wonen en als echte Zoetermeerder ben ik heel erg blij met het huidige stadsbouwakkoord. Niet alleen komt hier de nieuwbouwambitie heel goed naar voren, maar juist ook de bestaande wijken en haar inwoners zijn een nadrukkelijk aandachtspunt in het stadsbouwakkoord. Kortom, top en blij dat die getekend wordt. Sint-Zegmea is verheugd om deel te nemen aan het Zoetermeerse stadsbouwakkoord. We leveren graag een bijdrage aan het invullen van de Zoetermeerse woningbouwambities. Succes! Beste bewoners van Zoetermeer, gefeliciteerd met de ondertekening van het stadsbouwakkoord. We gaan de krachten bundelen tussen gemeenten, corporaties en marktpartijen voor meer en betaalbare woningen. Een passend huis voor iedereen, met één gezamenlijk doel, een beter en mooier Zoetermeer. Wat een goed initiatief om met elkaar in Zoetermeer te bouwen aan een inclusieve, gezonde stad. Heijmans denkt en doet hier heel graag aan mee. En wat een mooie stap is dit stadsbouwakkoord.